De Internationale Dag van de Verloskunde werd ook gisteren wereldwijd herdacht. Het thema voor dit jaar is verloskundigen met vrouwen. Vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen. In Suriname is vanwege de COVID-19 maatregelen de herdenking van deze bijzondere dag aangepast. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een persbericht dat verschillende actoren op hun eigen manier stilstaan bij de betekenis van deze dag. In Suriname zijn er iets meer dan 100 verloskundigen. De voorzitter van de Vereniging van Verloskundigen in Suriname, Amien Daparu, zegt dat de verloskundigen in dienst staan van de gemeenschap en dat zij hun werk naar eer en geweten doen. De verloskundigen zijn niet weg te denken uit onze gemeenschap. Zij begeleiden de ouders vanaf de zwangerschap, soms zelfs voor de zwangerschap, tot ver na de geboorte van het kind, benadrukt Daparu. Ze moedigt de verloskundigen aan het werk gemotiveerd te blijven doen en elke kans aan te grijpen om zich verder te scholen. Daparu gelooft dat hierdoor de kwaliteitszorg aan ouders en kinderen optimaal blijft.